Welkom bij Topnames live vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Gast is Eva. Eva, wie ben je en wat doe je? Dat is snel. Dat is een heel eenvoudige vraag gewoon altijd. Die leg meteen bij jou. Hoef ik niet voor te bereiden, snap je? Nee. Kan ik gewoon meteen bij jou. Dan kan jij een beetje polsen op wat voor niveau ik hem insteek. Klopt, zo werkt het. Dat is altijd grappig. Wie ben je? Ga je dan gelijk beginnen over je functie of wat doe je? Maar Eva Wubbe, ik woon in Amsterdam. Sinds een jaartje terug uit Ierland, waar ik 2 jaar heb gewoond. En ik heb wel een hart of een passie, denk ik, voor mensen. En voor sinds dat ik hier bij Freedom Lab werk voor innovatie. Of in ieder geval altijd al eerder al wel over innovatie. Maar ik wist nooit zo goed hoe het een naampje te geven. Ja. En sinds ik hier werk ben ik er wel achter gekomen dat ik denk dat wel iets van een van mijn passies is. Wat doe ik? Ik werk hier bij Freedom Lab op de campus. Dus Freedom Lab doet eigenlijk verschillende dingen. Zo, onder andere bieden we een huis aan mensen die werken aan innovatie of het uitdagen van de status quo in een industrie. En ik probeer hier de mensen te binden en interessante mensen binnen te halen en kennis te produceren via evenementen. Daar krijg ik heel veel energie van. Ja. En geef eens een beetje een indruk. Wat voor soort mensen, soort bedrijven werken hier vandaan op dit moment? Momenteel is het echt een diverse groep. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Want ik denk dat in tijden dat eigenlijk alles verandert. En dat is altijd zo'n gezegde van, wat verandert er dan? Als je dat aan mijn ouders vraagt, geven ze een heel ander antwoord als dat je dat aan mij zou vragen. Maar als je bijvoorbeeld aan mijn oma zou vragen van, joh, hoe zie jij je kleinkinderen? Dan zien ze inderdaad wel dat er heel veel verandert. Van, jullie communiceren veel meer. En precies in die verandering zijn we bij Freedom Lab heel erg geïnteresseerd. We zijn geïnteresseerd in hoe verandert de samenleving door technologie. En dat drijft ook een beetje welke mensen wij hier graag zouden willen hebben. Als je het heel erg platgeslagen even een profielcheck zou doen, dan probeer ik altijd te kijken naar, is deze persoon op een of andere manier bezig met het uitdagen van de status quo in een industrie? Of zou je deze persoon kunnen associëren met als een bedrijfje van de toekomst of een beroep van de toekomst? Of heb je een ander goed verhaal waarbij je zegt, ja, dat is wel innovatie of dat is verandering? En daarmee hebben we hier dus een groep filosofen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die continu onderzoek doen naar de ontwikkelingen wereldwijd, opkomende technologieën, maar ook de opkomst van China en wat dat dan doet. Tot aan een groepje developers die de hele dag met headphones naar een zwart scherm zitten staren, waarvan ik toch af en toe eventjes moet vragen, wat zijn jullie nou in hemelsnaam aan het doen? Maar die dan uiteindelijk 200.000 engineers wereldwijd aan elkaar koppelen om samen te werken aan het bouwen van nieuwe robots die mogelijk weer heel veel kunnen betekenen in gezondheidszorg. Ja. Maar je hebt in die zin denk ik ook een beetje een dubbele rol. Hè? Want jij moet ook gewoon voor zorgen, of jij met je collega's, dat er hier voldoende mensen binnen zijn die ook gewoon huur betalen. Je zit in een prachtig pand in het centrum van Amsterdam, vlakbij Artis. Dat kost ook allemaal geld. Dus dat is wel mooi, hè? Ja, het is geweldig. Ja. Prachtig pand. Dus aan de ene kant is een nobel streven, weet je wel. We willen de juiste mensen bij elkaar hebben die mooie dingen voor de wereld kunnen betekenen. Maar aan de andere kant is natuurlijk gewoon, aan het eind van de maand moet er ook gewoon geld binnenkomen. Precies. Is dat een spanningsveld voor jou? Ja, nou, dat is precies wat ik leuk vind. Ik heb politicologie gestudeerd, om nog even op de eerste vraag iets meer diepte te geven. Een ander ding is, ik heb politicologie gestudeerd en dat koos ik na een half jaar India. Ik was in India en daar was ik ook wel met een reden. Ik was heel erg, stond altijd op straat voor goede doelen, fondsenwerving, ook op festivals en dergelijke. Mm-hmm. En dat vond ik zo gaaf om met mensen te praten over het ontwikkelingswerk. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, maar ik lul er heel erg veel over. Kan ik niet eens gaan ervaren wat ontwikkelingswerk eigenlijk is? Dus het bekende backpackers-syndroom na je middelbare school. Heb ik inderdaad vrijwilligerswerk gedaan in India, ben ik daarna gaan reizen. En toen dacht ik, volgens mij hebben machtsverschillen in de wereld heel erg veel invloed. Dus laat ik kijken, want toen kwam ik achter politicologie. Toen ben ik dat gaan studeren aan de UvA. En tijdens mijn studie ben ik wel verder gegaan met die commerciële activiteiten.
Dus de fondsenwerving voor goede doelen, wat ook weer precies een brug is tussen NGO's en commercie. Mm-hmm. Ik ben bij een studentenorganisatie gegaan die ook na de Tweede Wereldoorlog is opgericht om te kijken of je middels culturele uitwisseling meer vrede kunt stimuleren. Maar dat had altijd een commercieel model. En tijdens mijn studie kwam ik er wel achter dat de overheid of... Ik moet eventjes dit uitleggen, want de kat van Martinez... Dat is onze technicus, die moet rondom deze tijd... Wat moet hij ook weer krijgen, Martinez? Wat is er? Moet er... Een spuitje krijgen. Niet omdat hij dan doodgaat, maar gewoon omdat hij... Als je dat elke dag om dit moment, deze tijd doet, dan blijft hij juist leven. Dat is eigenlijk een beetje het concept. Dus, ik hoop dat het goed gaat met de poes. Ja, dat is... Maar goed. Maar om terug te komen op je vraag. Ik heb altijd juist dat spanningsveld opgezocht tussen maatschappelijke organisaties en commercie. Ook omdat ik super ondernemend ben. Nog geen ondernemer, maar wel ondernemend. En ik kwam er ook achter dat overheidsinstellingen echt niks voor mij zijn. Heb ik geen geduld voor. Ja. Laat ik het zo zeggen. En toen kwam ook op een gegeven moment corporate social responsibility op en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En juist het geloof dat de consument ook duurzamer wil gaan consumeren en dat een transparantie wordt toegebracht. En, nou, mijn geloof daarmee ook wel dat bedrijven ook steeds duurzamer of maatschappelijk verantwoord worden. Nou, bij Freedom Lab denk ik dat we een onwijze, misschien op een hele kleine schaal nu, hè, bedoel, hoeveel impact maak je, maar de boodschap is wel heel erg mooi. Mm-hmm. En belangrijk ook, dat we met elkaar proberen te begrijpen hoe ver gaat die technologie nou door en wat willen we en wat willen we niet. Daar ook bij stilstaan. Maar dat je daarmee break-even moet draaien lijkt mij gewoon hartstikke gezond. Want als jij zelf financieel zelfstandig bent, dan kun je jezelf de komende jaren redden. Ja. En dan heb je een garantie dat je dit gewoon kan doen. Break-even is jouw opdracht. Wij hoeven hier niet rijk van te worden. Nee. Tenminste, dat zou hartstikke leuk zijn. Maar, en een bepaald percentage om te kunnen herinvesteren lijkt me ook heel mooi. Maar ik denk dat het maatschappelijk belang... Tenminste, vanuit mij persoonlijk staat dat bovenaan. Ja. Dus wanneer ben jij tevreden met Freedom Lab? Nou, er is nog wel wat werk aan de winkel. Ja. ik zou veel meer... ik denk dat er zoveel meer kennis nu is wat in de lucht blijft hangen. Ik heb hiervoor bij een multinational gewerkt en software verkocht. Dus software as a service. En daar kwam ik voor het eerst in aanraking met iets wat niet tastbaar is dan echt verkopen. Mm-hmm. En hier heb je precies hetzelfde. Kennis is niet tastbaar. Je ziet het nergens. Ja. Het zit in mensen hun hoofden. Soms schrijven ze er iets over. Of zitten ze in een programma als dit. Dat je denkt, oh, ik wist niet dat die persoon zo'n interessant perspectief had. Of het ontstaat uit een gesprek tussen een aantal mensen. Mm-hmm. En als we dat nou naar de wereld zouden kunnen brengen. En daar meer mensen mee kunnen prikkelen. En wellicht, wie weet, in de toekomst kamervragen mee kunnen stimuleren. Of start-ups mee kunnen supporten. Alle lagen van de samenleving hier kunnen samenbrengen. En kunnen nadenken over bijvoorbeeld de impact van de technologie die nu heel erg hot is hier, blockchain. Ja. Willen we dat? Wat willen we daarmee? En wat zijn de onbedoelde effecten? Dat zou ik wel echt super gaaf vinden. Ja. Welke nieuwe technieken, technologieën baren jou zorgen? Eigenlijk alles wel tezamen. Eh? Ja, ik zou niet zeggen dat... Je hebt natuurlijk het verschil tussen een kritische opinie of een constructieve opinie of feedback. En ik zit eigenlijk altijd wel te denken in mogelijkheden. En dat vind ik constructief. Dus dit is geen huis waarbij we of heel erg positief zijn ten opzichte van... dus de yes-and mentality hebben ten opzichte van technologie. Ja. Maar ook geen huis waar we alles proberen af te schaffen. Maar constructief kijken naar alle technologieën en hoe dat samenhangt. Wij zijn hier geen experts, zou ik zeggen, in hoe werkt die technologie precies. Daar zouden we nog wel wat meer experts op willen aantrekken ook. Maar ik denk dat we wel echt expert zijn in de samenhang vinden tussen al die technologieën. En de samenhang vinden in de sociaal-cultureel-politieke omstandigheden. En daar een lijn in, een rode draad in kunnen vinden. Ja, als je nu daarover... Dus eigenlijk is een van de doelen
Dus ook, hoe maken we met elkaar er een betere, leukere wereld van? Ja. Hebben we daar techniek voor nodig eigenlijk? Nou, dat was grappig, want vanochtend had ik toevallig hier een rondleiding voor een groep Noren van een oliebedrijf. Nou, olie moet natuurlijk ook naar nieuwe vormen van energie. Dus zij hebben de opdracht gekregen na allerlei strategie-meetings om in ieder geval een innovatieruimte te gaan oprichten binnen hun eigen bedrijf. En ja, toen zag je wel dat... dat ze daar nog helemaal niet in zitten. En als je dat soort mensen uiteindelijk ook kunt inspireren en kunt prikkelen met hoe zou het anders moeten, ja, denk ik wel dat we ver zijn. Ja, maar moeten we eigenlijk niet gewoon even aan het begin beginnen? Want we zijn gewoon met alle mensen op deze wereld. Als we nou met die mensen gewoon met elkaar afspreken dat we het wat gezelliger maken, dat we het een klein beetje beter verdelen, dat we het wat minder... Ja, maar hoe ga je dat dan bijvoorbeeld verdelen? Nou, daar kunnen we hele slimme technologieën voor in gaan zetten. Dus ik denk dat je technologie... We moeten ervoor blijven zorgen dat we onze mensen en de jeugd... Nou, dan klink ik echt als mijn oma, maar... Hoe oud ben je? 27. Dat we de toekomst, hè, dat we de professionals van morgen... Dat we die kritisch opleiden. En ik denk dat daar... Dat vind ik echt te gek aan mijn studie. Politicologie was... Ja. De eerste les was de waarheid bestaat niet. Ja. Dus ga maar even uitzoeken wie wat vindt van de waarheid. En ik denk dat we technologie zeker kunnen inzetten voor een betere samenleving. Maar er is echt zo'n verandering in mindset nodig om, om dat te kunnen activeren. Want als ik nu al zie hoe ik met mensen moet communiceren, bijvoorbeeld hier alleen al op de campus, iedereen heeft iets anders. De ene reageert op e-mail, de andere reageert op WhatsApp, de ander zit op Slack. Ja. Dat is niet normaal. Ja. En daar moet ik dan rekening mee gaan houden. Ja. Of er is zoveel data dat je weet niet eens meer waar het is. Ja, en dan nog eens de keuzes die je maakt. Weet je, ik vind bijvoorbeeld Google is echt zo super gebruiksvriendelijk. Dat als ik nu ik heb eigenlijk Google Foto's. Ja. Dan hoef ik alleen maar de locatie of een naam in te voeren. En hij vindt mijn foto's. Dus hij lost dat probleem weer op. Ja. Maar dan kom je naar het volgende probleem. En dan denk je, ja, wil ik nou wel eigenlijk dat Google al mijn informatie heeft? Nou, als we nou proactief over dat soort vragen kunnen nadenken. En onze kids kunnen opleiden om over dat soort vraagstukken na te denken. En daarmee een complete shift en dat is een ander ideaal van wat ik echt bij Freedom Lab heb geleerd, is ons educatiesysteem zit zo op skills, terwijl het gaat volgens mij in de toekomst niet meer om skills en om, vooral niet meer om kennis, mm-hmm. Of in ieder geval kennis wordt hervertaald. Kennis betekent misschien niet meer opsommen, maar het betekent meer het creatieve vermogen om verbindingen te kunnen leggen, om kritisch te kunnen nadenken, om in mogelijkheden te kunnen denken, om bedoelde en onbedoelde effecten te kunnen schetsen, om met mensen te kunnen, om verschillende perspectieven te kunnen waarderen. Ik denk dat zou veel belangrijker moeten zijn. Ja. Recent, politicologie en hier belangrijk, dus filosofie. Ja. Er zijn mensen die noemen dat pretstudies, hè? Mm. Klopt. Ja. Vind ik leuk. Laten we daar even een pilsje op drinken. Ja. Ja, de laatste weken is daar eigenlijk best wel weer veel over te doen. Je hebt eigenlijk de ene richting van de mensen die zegt eigenlijk... Wat je moet doen is, je moet mensen opleiden tot kritische denkers, tot zelfstandige denkers, et cetera. Beetje zou, mijn school. Ja, dat is zeg maar die school. En je hebt kennelijk een andere school die vindt dat we in de beta-vak en de concrete... hoe pret is jouw studie? Nou, het was sowieso pret, want ik vond het echt het allerleukste ooit. Ik mocht gewoon de krant lezen elke dag en dan daar bedenken... Hey, wat voor abstracte theorie, welke filosoof of ken ik hiervan en waar kan ik dat aan linken? En dus ik begreep de wereld om mij heen daardoor veel beter. Zoals de beta-studies nu zijn ingericht, lijkt mij niet duurzaam voor de toekomst. En duurzaam bedoel ik dan niet milieuvriendelijk, maar gewoon duurzaam als een lang termijn effect. Want wat ik wel goed vind aan beta-studies is de basis wiskunde en dergelijke om de wereld te kunnen begrijpen. Zoals in DWDD University, ik ben de naam vergeten van die enorm gepassioneerde scheikundige...
Die dan zo gepassioneerd kan vertellen over hoe jij de wereld beter kan begrijpen door de stand van de maan ongeveer te kunnen berekenen. Ja. Nou, dat soort kennis lijkt mij heel erg belangrijk. Maar misschien in een niveautje 3 of 4 ga je modellen leren, bijvoorbeeld programmeren. Ja, ik vraag mij af of straks de technologie van artificial intelligence niet zelf kan programmeren. En dan heb je misschien veel meer mensen nodig die weten wat voor keuzes wij moeten maken, ethisch gezien, moreel gezien, hoe we de samenleving willen inrichten, als de computer eigenlijk alles kan. Mm-hmm. Want je merkt nu al, en dat merk ik echt, dat je technologie maakt eigenlijk van mensen soms machines. Ze kunnen jou zo pushen bepaalde richtingen op naar je favoriete plekken, waardoor je zo in mijn geval in Amsterdam heel erg in een juppencultuur terechtkomt. Mm-hmm. Dat lijkt me heel bewust belangrijk in deze tijd om daar bewust van te blijven. Maar ik zou nooit voor het een of het ander kiezen. Ik denk altijd dat diversiteit is de kracht van alles. Dus ja. Maar het gevaar van die bijvoorbeeld artificial intelligence, maar het geldt eigenlijk ook een beetje voor de blockchain. Er komen nu eigenlijk steeds hiervoor. De afgelopen 20 jaar hadden we technieken die kon je eigenlijk allemaal nog wel begrijpen. Ja. Dus dat kon je zelf best nog wel leren of wat. Maar we gaan nu eigenlijk weer naar een fase toe waar in feite de afstand tussen het publiek, de persoon en de technologie, de algoritmes van artificial intelligence, et cetera, zo groot worden dat we eigenlijk helemaal geen flauw benul hebben. Klopt. Van waar dingen nog. Ja. Dus jij zegt, ja, misschien gaat artificial intelligence wel heel veel dingen oplossen. Maar het probleem daarmee zal worden dat we eigenlijk met z'n allen misschien helemaal niet meer weten op basis waar van die algoritmes tot stand komen. Ja. Maar de kloof ook dus niet weer groter. Nou, daarom denk ik dat je dus nu moet anticiperen op die problemen die gaan ontstaan. En hè, is het niet over 10 jaar, dan is het over 5 jaar. Dat is echt korte termijn. Mm-hmm. En anticiperen betekent dan dat je een compleet nieuwe manier van begrijpen, verstehen moet gaan krijgen. Want met de skills die we momenteel hebben en het onderwijs wat we momenteel hebben, of dat nou beta of gamma is, dat begrijpt het niet. Dat biedt niet. De schoolboeken nu gaan ons dat niet leren. Nee. Maar misschien is dan filosofie wel een hele goede tool, omdat je daar het zo abstract mee trekt dat je nieuwe problematiek misschien wel weer kunt begrijpen. Ja. Het is niet, maar ik durf niet te zeggen dat het de oplossing is. Maar ik ben hier wel, heb ik wel de waarde daarvan ingezien. Dat ik denk, nou, dat is misschien wel onze best shot. Ja. En jij hebt, ik neem aan dat je studie hebt afgemaakt. Ja. Dus je bent wetenschapper. Tegelijkertijd zeg je, weet je, bijvoorbeeld voor de overheid werken, dat lijkt me niet, daar heb ik eigenlijk het geduld niet voor. Vind je jezelf wetenschapper? Jij bent veel te praktisch, toch? Voor zeg maar de echte. Ja, jij kent mij langer dan vandaag inmiddels. Ja. Ja, klopt. Nou, ik denk overigens dat nu de overheid niks voor mij is, maar misschien in de toekomst wel, hoor. Want ik vind het wel. Het is wel iets fundamenteels van de samenleving. Dus ja. Dat wel. Praktisch ben ik zeker. Hoe jij mij hier op de campus ziet rondlopen, dat is gewoon. De ene dag sta ik letterlijk bij de lunch een beetje te helpen op te ruimen. Waardoor mensen ook wel af en toe een gek beeld van mij hebben van wat doet zij hier nou? Ja. Tenminste, dat weet ik niet. Dat heb jij misschien. Nee, dat heb ik niet. Als ik goed vind, jij bent gewoon iemand, je weet gewoon van aanpakken en schouders eronder en aan de slag. Ja, weet je wel? Dat is wat je doet. En je hebt met je studie een goede basis gelegd, zodat je ook die breedte kan pakken. Dus dat is hartstikke goed. Hey, laatste vraag. We spreken elkaar ondertussen natuurlijk, maar voor zo'n camera over 2 jaar. Wanneer ben jij tevreden met wat jij, zeg maar, en de mensen met wie je samenwerkt, dat tot stand hebben gebracht hier in de Freedom Lab? Ja, ik denk, zolang ik nog fluitend naar mijn werk ga en blij ben, want ik ben echt een avonturier. En ik heb heel veel gereisd al sinds, zeg maar, ik ben 27, maar veel gereisd. Een tijdje in Ierland gewoond. En, ben je hier over 2 jaar nog wel? Ja, ik ben wel blij om terug te zijn. Ja, ik hou echt van Amsterdam. Ja. Dus over 2 jaar ben ik denk blij met de kleine dingen. Als ik dus fluitend naar mijn werk nog steeds fiets hier, omdat hier heel veel inspirerende mensen zijn die continu met nieuwe dingen bezig zijn ook. En vernieuwing is niet gelijk verbetering.
Maar wel interessante thema's die de maatschappij raken, die met innovatie bezig zijn. En dat betekent ook vaak dat mensen hier echt niet voor eeuwig zitten. Dus rouleren vind ik hartstikke gezond. Ja. Ik denk dat het voor iedereen gezond is als je na een paar jaar denkt, joh, weet je, we zoeken weer iets anders op. Lijkt me ook goed. Als hier mooie programma's worden gemaakt waar we trots op zijn en het hoeft echt niet. En als er wordt geëxperimenteerd ook, weet je, ik vind het ook leuk als er gewoon blunders worden gemaakt. Mm-hmm. We zijn wel Freedom Lab en ik ben echt gevallen voor de naam. Ja. Ik heb echt een allergie voor als mensen jou een sociale verplichting opleggen. Bijvoorbeeld de verjaardagen in Nederland zijn heel belangrijk. En dan zeggen mensen, dan wil ik gewoon op het laatste moment kunnen afbellen. Als ik mijn verjaardag vier, wil ik ook geen mensen hebben die er geen zin in hebben. Dus die mate van vrijheid en dan laboratorium of Freedom Lab om te kunnen experimenteren en te kunnen falen. Nou, als we daar eer aan doen, dan ben ik blij zat. Ja, dan vind ik het hier nog steeds leuk. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Iedere dinsdagavond zenden we topnames uit, twee gasten. Normaal gesproken met Roland Stekelenburg samen. Maar ja, die is jarig vandaag. En het is overigens vandaag geen dinsdag, maar het is woensdag. Ik weet het. Maar Stekel is jarig. En we zijn hier vandaag eigenlijk ook een klein beetje de nieuwe setup aan het testen. Normaal gesproken, tot nu toe zaten we altijd boven bij Freedom Lab. Hadden een kleine studioruimte. Nu zitten we hier in de grote ruimte. Dus we moeten ook een klein beetje kijken. Wat doet het geluid? Moeten we daar nog aanpassingen voor maken? Dat hebben we nu gedaan met een heel erg interessant gesprek met Eva. Dankjewel, Eva. Dankjewel. Dag. Ja. Het werd toch beter, hè? Ja.